alle groepen zitten, maar ik zie toch nog een para staan. Misschien dat die ook nog willen gaan zitten. Misschien wel zijn. Ja, kijk eens. We hebben een grote bibliotheek hier eigenlijk. We hebben een hele grote bibliotheek. Zo, een mooie boek ook. Een boek met vol met leuke verhalen. Maar ook vol met beetjes kabelbonte dierenverhalen. Jullie willen ook wel graag doorlezen. Wie van jullie heeft er de afgelopen week nog een boek gelezen? Ja! Oh, kijk eens, hé! Hey. Ja, wauw! Ja, goed, hé! Hey. Goed, hè? Zo! En wie heeft er nog wat beentjes? Oh, heel veel beentjes. Zullen we kijken welke beentjes er allemaal bedacht? Ja, zullen we dat eens doen? Ja, als dan de kinderen van groep 1, 2 nu een beentje gaan vertellen. Oh! Ja, hoi. Oh, oké, okay. Ik ben Ja, ik ben Pedia. Wat leuk! Focus, focus, met... Dat zou toch echt zwart
Met een zoen? Zoen? O jee. Geel met blauw. Nou, wat goed hé, dankjewel. Grappig. Wat een leuk weekje. Dus zo'n applausje voor allemaal. En dan hebben we nog een week uit groep 1-2. We hebben nog groep 1-2. We hebben drie groep 1-2 hier in de school. Ja, zo. Ik moet even controleren jongens, of dit raar is. Nou, je hebt hem al bijna opgedronken. Oh, dat is... Voor mij is het gewoon een fles met... Nee, het is gewoon een fles met oranje. Niet raar hoor. Nee, ik ben echt niet raar. Ik vind het wel raar. Dan moet ik hier neerzetten. Oké. Wat gaan jullie doen? Is het een fles met oranje? Jullie gaan de fles opblazen. Ze gaan de fles opblazen, hoor ik. Oh, jullie gaan door de fles blazen. Oh. Ze gaan door de fles heen blazen. Kom even erachter staan, zo. Dan kan iedereen het goed zien. Dus ze doen de kaars aan de ene kant van de fles. En dan gaan ze er doorheen blazen. Maar dat kan natuurlijk nooit. Oké, dan moet je dus van deze kant blazen. Nou, we gaan het zien, jongens. De kaas brandt niet eens. Door de fles heen blazen. Nou. Hij ging uit. Hij brandde niet eens. Kom maar een stapje naar achteren. Ik wil dat nog een keer zien, hoor. Ik geloof dit ging heel snel. Ik ga heel dichtbij. Ben je door de fles heen? Ik ga kijken, hoor. Nog maar een keer. Echt niet. Ja, nee, ik kan het vlammetje goed. Ja, dan is die vlammetje niet goed hoor. Ik kan het vlammetje. Vlammetje moet wat groter, vind ik. Ach, dat is saai. Nou. Zag je het? Ja, mama. Nou. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Mag ik een heel groot applaus? Oh, dat moet ik weten. Hoe kan dat nou? Weet jullie dat? Gaat er langs heen. De? Gaat er langs heen? Kom toch eens. Nou, ik ga dit thuis ook proberen. Dus. Ik ook? Ja. Ja! De lucht gaat er langs heen omdat hij rond is en dan blaast hij toch uit de achter. Nou, applausje voor God. Iedereen allemaal. Dan ben ik benieuwd welke leentjes er uit groep 3 en 4 komen. Groep 3 en 4. Groep 3 en 4. Van de Gouden Hemmer en de Dolfijn. Kom maar. Ja, morgen. Ja, kom maar een beetje. Oh, ja. Ja, ga je op een rij staan, dan kan het publiek niet zien. Ja, denk op hun flippers hoor, want... Ja, ben je opschuiven deze kant op, dan komen we nog meer die kant op. Mijn tenen zijn een beetje lam geworden. Ik weet ook niet hoe het komt. Wat hebben we voor de kritier zeg, wauw. Nou, zeg jongens, als jullie eens even heel stil zijn... Dan kunnen we eens even gaan vragen wat ze hiervoor interessant weten. Wie gaat het... Willen jullie beginnen? Wie gaat het vertellen? Jij of jij? Vertel. Snoep is lekker, maar niet gezond. Wie van jullie wist dat? Ik... Het is wel, dat is wel een record, vind ik, zo'n kinderen als dat weten. Ja, vind ik wel. Ja, ja. Nog een beetje, hè? Dat komt door de raffinerende suikers. Aha, nou weten we ook hoe het komt. Het komt door de suiker die erin zit. Heel goed. Goed, prima zeg. Ik ga ze even verder doen. Eens even kijken, wie van jullie heeft er een beetje op te vertellen? Wie gaat het vertellen? Een paard die een kop heeft. Een paard die een kop heeft. Oh, wacht, een dierenbeetje. Wacht even, daar ben ik van. Een paard die... Nee, wacht even. Een paard is een dier. Ja, een dier hebben koppen. Ja, dat klopt. Ja, dat is ja. Goed beetje. Wacht even, wacht even.
wacht even. Ik schotte alle dieren met in de kop. Oh, hoor je wat ze zegt? Wacht, hey, dit vind ik een interessant beetje. Vertel, leg eens even uit. Vertel eens eventjes nog een keertje. Een paard? Een paard heeft geen kop. Geen kop, maar... Wat dan? Hoe ziet hij dan of hij met zijn flippers over de hordes moet of zo? Heeft hij helemaal niks? Paard heeft wel ogen toch? Die moeten er ergens in zitten. Ja, daar zit hij niet in. Is een hoofd. Oh, ze zitten in het hoofd. Hij heeft geen kop, maar wel een hoofd. Nou, dat was een interessant beetje. Dank je wel. Dan gaan we naar de volgende. Eens even kijken. Wie van jongens, alleen als we heel stil zijn, kunnen we dat horen. Ja. Wat heb jij voor interessants? Waarom is een stoplicht rood, oranje en groen? Ja, nou dat vind ik. Nou, daar heb ik me gisteren nog afgevraagd. Ja. Elke keer vraag ik erbij en dan denk ik ja. Ja, vanochtend toen ik naar Heino kwam, dacht ik nog. Ja. Sta ik voor dat stoplicht bij Raalte. Ja. Waarom is die nou oranje en rood? Zullen wij even luisteren naar... Ik ben benieuwd. Ja. Ik denk dat ze het weten. Nou snap ik het. Heel goed. Kunnen jullie nog meer vertellen? Er komt nog een klein stukje bij. Waarom moet je in de ruimte een ruimtepak aan? Ja! Ze gaan het ons vertellen. Omdat in de ruimte geen zuurstof is. Zo, dit is wel een interessant weetje, zeg. Ja. Dank jullie wel. Dat kon je even opschrijven voor het volgende weetje. Wie gaat hier vandaag vertellen? Proefje doen. Ze willen een proefje doen. Oh, dat vind ik altijd interessant. Een bezig proefje. We laten het boek en het papier tegelijk vangen. Ja. Oh, een rapportje. Ik voel hem aankomen. Ja, een boek en een papier en tegelijk laten vallen. En dan 3, 2, 1. Ja. Boek valt sneller dan het papier. Boek valt recht naar beneden, papier dwarrelt naar beneden. Nu leggen we het papier op het boek en laten we het samenvallen. Let op. Hè? Dat hier valt gewoon mee. Of komt er nog meer? Er komt nog meer. Het papier blijft op het boek liggen. En ze vallen allebei even snel naar beneden. Hoe kan dit? Ja, hoe kan dat? Hoe kan dat nou? Vertel! Hoeveel papier is licht en kan de lucht niet goed wegduwen? Boek is zwaarder en kan de lucht beter wegduwen. Daarom valt een boek sneller. Oké, maar dan als je het op het boek legt? Als je het vel papier op het boek legt, dan duwt het boek de lucht weg voor het papieren. Kan het papier even snel vallen als het boek. Wat een goed weetje zeg. Dat is handig. Als je gaat fietsen en je gaat achter iemand fietsen, is dat ook altijd veel fijner. Dus dat werkt zo precies. Oh, die duwt ook de lucht dan weg. Die duwt de lucht ook weg. Dus altijd achter iemand fietsen. Ik val nooit op de fiets. Nou, oh ja, nee, vallen ook niet hoor. Nee. En boeken laten vallen op de fiets moet je ook zeker niet doen. Eigenlijk vind ik helemaal niet dat je boeken moet laten vallen. Je moet boeken eigenlijk lezen. Toch? Maar ik vind het wel een heel goed beetje. Maar ik vind het een heel goed beetje. Ik vind het wel leuk. Ja. Oké, we gaan gewoon naar de volgende. Ja, schrijf mee door jullie. Weet je dat alle kinderen zo zwaar zijn van onze school als een orka? Hé? Wat? Orka. Nog een keer. Wacht even. Ja, wacht. Een orka is een dier, dat weet ik. Maar is een heel groot dier en ook heel... Maar wat zeggen jullie nou precies over die orka? Ik wil het nog een keer horen. Ja, ik ook. Weet je dat alle
dat alle kinderen van onze school zo zwaar zijn als een orka. Allemaal samen. Wacht even, dus als ik jou optel, dan til ik ook een orka op. Nou, jij bent niet zo zwaar als een orka. Nee, maar... Als jullie alle kinderen samen natuurlijk moeten halen. Ik vind het wel een record. Ja, dat gaat niet redden, zoveel kinderen optillen in één keer. Nee. Is een orka zo zwaar? Tjoh, jongens, dat heb ik nooit geweten. Nee, wauw. Of weet je nog eentje? Nee, dat was het. Nou, goed gedaan, zeg. Wat een interessant eentje. Ik denk dat deze kinderen dorst hebben gekregen ondertussen. Oh, ja. Oh, ik eigenlijk ook wel. Lekker. Ja. Lekker, dankjewel. Oh, wat fijn. Ja. Oh, ik heb rozijntjes. Oh, wat smaakt het eraan? Gaan we niet delen? Nee. Oh. We gaan niet delen. Nou, wat gaan we dan wel doen met die lekkere rozijntjes? Raad maar weg. Rozijntjes kunnen dansen. Je zou denken dat ze zinken, maar dat is het niet zo. Maar de schoolpennetjes nemen de rozijntjes mee omhoog. Kijk maar. Dus rozijntjes die ik heb nog nooit van dansende rozijnen gehoord. Ik is ook dat iets niet. Voor een dansende rozijnen? Dansende rozijnen. Ik denk dat de Stefan misschien een beetje... Oh, ja. Ik denk dat de kinderen aan die kant van de zaal het ook even goed willen zien. Maar gaan we even naar die kant. Ik vind het echt raar. Het is geen dierenweetje, maar toch vind ik het leuk. Ik vind het wel leuk. Oké. Gaat er weer een keer. Ja, wat leuk. Nou, dat is leuk. Dat is interessant. Zelfs zonder muziek. Nou. Zonder muziek. Nou, knap hoor. Applaus graag voor al deze kinderen en hun klas natuurlijk. Goed zo. Dankjewel. Maar we willen weer gaan zitten bij je klas. Dan naar 5-6 mag komen. Eentje uit groep 5-6. Ja, groep 5-6. Groep 5-6. Groep 5-6. Oh ja, zo'n mooi plekje. Ja, de vangers. Groep 5-6. Ja. Groep 5-6. Ja. Oh, je bent... Ja, ik moet inzetten, ik word eigenlijk ook wel nieuwsgierig, want ik zoek heel veel van die bladen, daar staat niet één week op, maar daar staan wel 20 weken op. Ja. Ik zou ze eigenlijk allemaal willen lezen en horen. Yes. Maar ja, we zien er nog een paar lopen. Ja, maar we hebben daar geen tijd voor. Maar ik ben wel benieuwd welke ze uitgekozen hebben als meest bijzondere weekje. Oh, ik ben benieuwd, ik zie hier. Nou, dan moeten we allemaal even weer heel stil worden, anders kunnen we er niks van verstaan. Als het heet wordt, dan wordt hij groter. Ah, kijk. Dan is jouw bril ook groter in de zomer. Ja, maar ik bedoel,
Hebben jullie ook gerekend hoeveel verschil er tussen zit? Is het ook? 10 centimeter. Bijna 10 centimeter. Nou, dat scheelt wel één treetje traplopen, denk dus ik. Dus in de zomer? Denk ik. Hij moet het eigenlijk doorgeven, maar wel in de winter. Super! Ja, leuk zeg! Hebben we daar volgende week? Jeetje, groep 4, 5 samen. Wist je dat we zo lang op school moeten blijven zitten omdat alle directeuren dat samen hebben bedacht? Ja. Oh, is dat zo? Nou, dankjewel, Peter. Waar zijn ze? We zullen lang op school moeten blijven zitten omdat alle directeuren dat samen hebben bedacht. Ja. Ja, dat vind ik heel fijn. Nou, dan moeten we allemaal directeur worden, dat kunnen we veranderen. Oh, oh. Ja, maar die zijn allemaal uitgeleerd, dus hebben wij er niets meer aan. Dat snap ik wel. Maar met alle, als je minder lang de school gaat, heb je ook minder tijd om leuk mee te leren. Ik kan het antwoord helemaal niet verstaan. Oh, dat is ook een antwoord. Ja. 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 Ik vind dat raar, omdat, ja, want dan kan je beter dan... Eigenlijk weet je het niet meer, maar dan word je wel heel knap van. Ja. En heel slim. Oh ja. Want op school leer je wel allemaal weetjes natuurlijk. Ja, dat is wel, ja. Had jij nog een weetje? Had jij nog een weetje? Als je melkpoeder boven een vlam houdt, krijg je een steekvlam. Help! Een steekvlam met zo'n angeltje. Ja, zo'n muggenvlam. Of een wespenvlam met zo'n steekvlam. Nee? Hij heeft het bedacht. Heb je het uitgeprobeerd? Wat is een steekvlam? Dat is een hele grote vlam. Dan ben ik blij dat jullie het weer uitgetest. Een recordvlam. Wist je dat er minstens 9 miljoen mensen per dag op dezelfde dag jarig zijn? Over de hele wereld, 9 miljoen mensen, dezelfde dag, ja. Dus we hebben hier, hadden we al een paar jarige Joppen en een paar jarige Jetten, maar er zijn er dus 8 miljoen nog zoveel andere jaren vandaag. Ja, dat vind ik wel een record. Ja, absoluut. Echt een goed record, dat vind ik wel een record jarig zijn. Ja. Nou, voor iedereen, 9 miljoen, hoera. Wist je dat een mens gemiddeld 6 cijfers spreekt? Als we even stil zijn, dan kunnen we goed verstaan. Ja. Wist je dat een mens gemiddeld 6000 scheet per jaar laat? Nou, ik... Oh. Nou, wat een stinkend beetje, zeg. Oh. Het jij niet. Hebben jullie die al uitgeprobeerd en verteld in de klas? Nee, ongelukkig maar. Wat een grappig beetje. Oh, nog een beetje. Nog een beetje. Laat. Nog een beetje. Wist je dat als je als kind vatten hebt, dan krijg je later geen vatten? Ik ben benieuwd. Het duurt 9 dagen zonder hoofd.
kakkerland. Echt waar? Ik vind dit een record. Altijd op ballet. Oh. Dus
dus wij kunnen het ook nog gaan leren. Nou, dus, dat vind ik weer goed nieuws. Wat een top weetje. Ga naar de volgende groep. Wist je dat struisvogel grotere ogen heeft dan zijn hersenen? Ja, dat wist ik. Die had ik ook. De ogen van de struisvogel? Dan heeft hij echt kleine hersenen. En is niet zo'n nozel beestje, denk ik. Ja, nu hebben we een voordeel, geloof ik, hè? Ik ben een heel... Oh, wacht even. Ja? Ja. Moet even kijken. Oh, ja. De ogen van de struisvogel zijn even groot als de struisvogel. En de hersenen zijn even groot als de kikker. Oh, zie je, oh, dan kunnen we het gewoon zien. Ga eens even die stukje naar achteren, kunnen heel goed naar voren. Kunnen, dus de ogen zijn zo groot. En zo groot zijn hersenen. Dat is de struisvogel, dat is niet heel slim. Nou, vandaar dat we hier struisvogels op school hebben. Toch, die zouden ook niks kunnen leren, denk ik. Wat een interessant. Echt interessant. Ik wist al veel van dieren, maar dit wist ik nog niet. Dank jullie wel. Nou, ik denk dat we nog een dierenweetje gaan krijgen, vermoed ik. Ja. Ik moet iets met... Ja, ik moet... Je mag even goed naar het publiek kijken, meneer de olifant. Wist je dat een olifantenjong duimt op zijn slur? Een olifantenjong die duimt? Dus wat de baby's op... Wisten jullie dat? Ik wist... Wacht op. Ja, met een slurfje. Ik denk niet dat ik dat kan doen. Nou, wat een interessant weetje zeg. Dank jullie wel. En dan zijn we volgens mij bij de laatste weetje aangekomen. Oh, de laatste weetje van morgen. Oh, ja. Oh. En dan voor het laatste weetje nog even de concentratie. Bij 30 seconden hurken en op je duim blazen val je flauw. Heb je dat getest? Hallo! Nee, dat lijkt me niet zo handig om te testen hoor. Nee. Dus dit moet je op je hurken en dan? Op je duim blazen moet je dus niet doen. Dat moet je dus nooit doen. Dus nooit op je duim blazen, dat hebben we geleerd. Ja. Oh, niet doen. En er is nog een bonus weetje, dat is nog een beetje. Laatste weetje. Laatste weetje, let op. Oh, wacht even. Stop wel even. Een beetje moet je wel de oren voor oppassen. Komt die niet binnen? De meeste olifanten wegen minder dan de tong van een blauwe vinvis. Wow. Dat moet dan de beste tong zijn. Ja, ik weet, ja, een blauwe vinvis is het grootste dier op de wereld. En de tong ervan is dus nog zwaarder dan een olifant. Hey, wist je dat, meneer de olifant? Wist je dat? Ik vind een applaus voor iedereen. Echt iedereen. Nou, dan krijgen jullie gewoon nog even lekker dansen met z'n allen. Dus we gaan allemaal gaan staan.